Het is voor andere mensen, zeker de mensen die wij moeten gaan trainen, zullen we zeggen, soms niet allemaal gesneden koek. Dus stick with me. Nou, waar gaan we het over hebben? Oeps. De new resource records die we krijgen, setting up a secure zone en delegating signing authority, daar zouden jullie aan het einde van dit verhaal alles over moeten weten. We gaan weer uit van dit plaatje. Dit hebben we al verteld. Waar zijn de vulnerabilities? In een DNS-systeem heb je aan de linkerkant heb je registrars en registrants. Dit is een beetje een top-level domain verhaal. Maar dit kan ook in een enterprise kunnen dat de afdelingen zijn die iets in de DNS willen hebben of iets dergelijks. Of een delegatie, als je HP bent, dan heb je een research pod, die hebben een aparte DNS, dat soort zaken. Dat gaat in een of ander centraal systeem. Je registry die publiceert op een gegeven moment iets in de DNS. En vanaf het moment dat het in de DNS gepubliceerd is, is het fair game. Dan is het proberen te schieten voor de bad guys. Het idee van DNSSEC is dat we dat end-to-end beschermen. Voor machine tot machine, daar hebben we het over gehad, hebben we TSIG. Daar gaan we dus verder niet over hebben. Dat is orthogonaal. Maar wat we gaan doen is message authentication en integrity, authenticiteit en integriteit door het gebruik van cryptografische methodes. Publieke cryptografie, als je weet wie de signature heeft neergezet, dan weet je dat het bericht authentiek is. En als je weet dat het signature valideert, weet je ook dat er aan bericht wat er over het netwerk is gegaan niet is gesteuteld en gefrummeld. Zit in de DNS, in DNSSEC als zodanig geen autorisatiemethodes. TSIG heeft dat zeg maar wel, wordt wel gebruikt als een autorisatiemethode. Maar DNSSEC, de mechanismes waar we het nu over hebben, zijn dat niet. En confidentiality is een ander begrip wat je vaak bij security terugvindt. Integriteit, authenticatie, autorisatie en confidentiality. Daar hebben we het ook niet over. Een bericht wat over het internet gaat, wat getekend is met DNSSEC, kan nog steeds gelezen worden als iemand access heeft naar de wire. Dus een wiretap kan doen bijvoorbeeld. Denial of service en andere service attacks, zullen we maar zeggen, die worden er ook niet door uitgesloten. Sterker nog, met DNSSEC zijn bepaalde type denial of service aanvallen die je met de DNS kunt doen, wegen zelfs zwaarder. Dat is een grotere hefboom die je kunt gebruiken. Even op daarop door te gaan. DNSSEC is een connectionless protocol, gebruikt UDP. En over het algemeen kun je het source adres van UDP pakket zelf instellen. En als ik nou het source adres van mijn buurman instel, stem en een pakket stuur naar een DNS server met een hele kleine vraag erin, namelijk een Qname, een Qtype en een Qclass, dat is maar een heel klein pakketje, en ik zeg gooi er een handtekening overheen, dan kan er iets heel wat groots weer terugkomen en richting Willem gaan. Met andere woorden, ik stuur een heel klein pakketje in plaats van dat ik direct naar Willem stuur, stuur ik naar een recursive name server. En dan komt een heel groot pakket richting Willem weer terug. Nou, als je dat heel veel van verschillende plekken doet, dan heb je kans dat Willem verzuipt in de pakketten. En dat is iets efficiënter als je een reflector gebruikt. En DNSSEC maakt die pakketten groter, dus ja, dat is vervelend. De beschermingsmechanismes tegen DDoS zijn eigenlijk allemaal gebaseerd op goed nabuurschap op het internet. Namelijk ervoor zorgen dat je filtert dat de adressen die van jouw netwerk uitkomen ook echt van jouw netwerk komen. En helaas is dat niet iets wat iedereen doet op de rand van haar netwerk. Nou, we hebben het al gehad over de metafoor, hè? De transparante envelop met het berichtje erin en een zegel erop. En
Dat die zegel wordt gezet op het moment dat je in de DNS publiceert. Dat een transparante envelop is. En dat het geen confidentiality biedt. Iedereen kan het nog lezen. En wat nog veel belangrijker is, het is geen assertion. Het is geen aanname over wat er nou daadwerkelijk in dat bericht staat. Dat is het provisioning systeem. Seal wordt hier ergens op de rand geapplied. De validation vindt plaats aan deze kant van de DNS. Hebben we het al over gehad. En dit vind ik altijd een beetje een moeilijk stuk. Het is een beetje trust and confidence. Ik geloof dat dat twee verschillende betekenissen heeft in het Engels. Maar ik kan het moeilijk vertalen in het Nederlands. We vertrouwen de DNS als systeem al. We vertrouwen al dat de registries op het internet, de .nl's van deze wereld, als ze informatie opnemen in de DNS, dan heb je eigenlijk al vertrouwen in dat dat goed zit. En dat vertrouwen is gebaseerd op 20 jaar lang ervaring. We komen al 20 jaar lang uit bij Coca-Cola.com. Wat we niet kunnen vertrouwen in dat systeem is, dit systeem werkt, hè? Dat kan nog altijd gehackt worden. Op dezelfde manier als Komodo-certificaten gestolen kunnen worden op DigiNotar. Dat moet je wel bewaken. Maar het probleem is dat naast dit systeem, het provisioning, je eigenlijk helemaal geen vertrouwen kunt hebben in. Je kunt wel vertrouwen hebben in, maar de aanvallen op de DNS kunnen hier van allerlei kanten komen. En DNSSEC brengt dit op een hoger niveau. Dat betekent wel dat de aandacht van aanvallers zou kunnen verschuilen hiernaar. Je moet altijd zorg dragen dat je provisioning goed is. Maar dit systeem vertrouwen we al. Hè? We hebben al voldoende vertrouwen in de manier waarop die entiteiten hun werk doen. Waarop de .nl's en de .com's van deze wereld dingen in de DNS opnemen. Overigens, en dan spreek ik een klein beetje uit ervaring, is dat als je DNSSEC gaat uitrollen, dan ga je wel naar je provisioning systeem kijken. Toen wij bij Ruip en CC DNSSEC aan het uitrollen waren, toen, je bent met sleutels aan het kijken, je kijkt naar key management en je kijkt naar wat zijn nou dingen die mis kunnen gaan. En toen vonden we eigenlijk uit dat in het registratiesysteem, wat bij Ruip en CC gebaseerd is op entries in de WIS registreren door allerlei methodes. Dat in dat registratiesysteem de mogelijkheid van een replay attack zat. En ja, dat zat er al jaren in, maar dat hebben we ontdekt doordat we heel kritisch aan het kijken waren. Hoe ga je nou met sleutels om? En waar probeer je nou eigenlijk tegen te beschermen? Dus het uitrollen van DNSSEC zelf betekent dat je intern eigenlijk met een andere blik ook nog eens een keer naar je eigen systemen gaat kijken. Dat is een voordeel. Je gaat, zodra er over security gepraat wordt, kijk je met een andere blik. Dat gebeurt eigenlijk vanzelf. Dus een beetje een voordeel. Nou, wat voor mechanismen gebruiken we? We gebruiken public key cryptography met handtekeningen die we over DNS-data zetten. En we controleren die handtekeningen met de public keys en weten dan dat de authenticiteit en integriteit beschermd is. Public key cryptography in een nutshell. Nou gaan jullie heel hard lachen, maar doe dat nou maar niet. Wat is public key cryptography? Mathematisch ga ik het je niet uitleggen, maar het komt er eigenlijk hierop neer dat je twee hele grote nummers hebt met eigenaardige wiskundige eigenschappen. En een van die nummers die noem je een private key en een van die nummers noem je een public key. En alles wat je met de private key versleutelt, kan je met de publieke key ontsleutelen en andersom. Alles wat je met de publieke key versleutelt, kun je met de private key, hoe zeg je dat in het Nederlands, decrypten, ontsleutelen. Ontcijferen, dat is het woord, ja.
Nou, dit kennen we op twee manieren. Hè. Je kunt hier signatures mee maken en je kunt hier encryptie mee doen. Als jij een bericht wil sturen naar een bepaalde partij en je wil dat versleutelen, dan zorg je dat je zijn publieke sleutel hebt. Daarmee versleutel je het materiaal en daarmee ben je er ook zeker van dat de eigenaar van die private key de enige is die dat bericht kan ontcijferen. Dat kun je ook andersom gebruiken voor het maken van handtekeningen. Nou, hoe werkt dat? Als volgt. Je begint eigenlijk met het versleutelen. En dat doe je door de private key en een berichtje te nemen. Nou, als je dat door een algoritme haalt, onthoud dat even, een algoritme. Er zijn meerdere algoritmes die je kunt gebruiken in private key, public key cryptography. Dan krijg je daar een encrypted dingetje uit, een string van bits. Nou, de enige die dat kan decrypten is de figuur met de public key, die weet welk algoritme daarvoor gebruikt moet worden. En als je dat doet, komt daar weer een berichtje uit. Ja. Dit is dus net andersom dan dat ik een berichtje zou sturen naar iemand en ik wil dat het vertrouwelijk blijft. Hier is de bedoeling dat het juist niet vertrouwelijk blijft. Nou, hoe gebruik je dat voor signatures? Public key cryptography werkt eigenlijk het beste, die encryption, en het snelst als je korte berichtjes hebt. Als je grote berichten hebt, dan is dat proces intensief. Het ligt een beetje aan welke algoritmes er gebruikt worden, maar dat is een beetje de teneur. Nou, je neemt een bericht en wat je daar doet is je berekent een message digest. Dat doe je met een hashing of een digest algoritme. Namen die daarbij horen zijn MD5, SHA-1, SHA-256, SHA-512. Dat zijn allemaal methodes om van een groot bericht een uniek kleiner bericht te maken. En het is heel moeilijk om een klein bericht te vinden met dezelfde uitkomst van de algoritme. Dus het is een soort eenwegsfunctie. Dat is heel belangrijk. Nou. Je neemt die message digest en de private key en die versleutel je. Wat eruit komt is een encrypt bericht en dat is de signature. Nou, die signature die stuur je samen met het bericht in plain text. Het bericht is dus gewoon leesbaar. Dat versleutelde stukje signature, dat is een klein dingetje, dat stuur je samen met de plaintext, stuur je dat naar een ontvanger. Die ontvanger, die weet welke digester hier wordt gebruikt. En die ontvanger, die berekent uit het bericht een message digest. Die message digest moet natuurlijk hetzelfde zijn als de message digest hier. Als je dat hebt bereikt, als je dat hebt met elkaar hebt gematcht, dan weet je zeker dat de signature klopt. Nou, hoe controleer je dat? Je neemt de signature, je past het algoritme toe en de ontcijferde message digest die je uit die signature had, die moet matchen dus met de calculated message digest. Als je dat hebt gedaan, ben je klaar. Nou, wat voor elementen zie je in dit plaatje? Je ziet een digest en je ziet hier een algoritme. En je ziet een public key die beschikbaar moet zijn en je ziet de signature. Dat zijn de elementen die we zo meteen nodig hebben en die we allemaal moeten communiceren. Nou, laten we eens beginnen met het genereren van een private en een public key pair. Daarvoor gebruik je tools. En als je die tools gebruikt, en dat gaan we vanmiddag even in het lab doen, dan nemen we deze stappen in de praktijk, zodat je ook kan zien wat die tools doen. Als je dat doet, dan moet je opgeven welk algoritme er gebruikt gaat worden voor de encryptie en de ontcijfering. RSA of DSA. En je moet aangeven wat voor digest-algoritme er wordt gebruikt. Nou, dat wordt vervat, die combinatie wordt steeds vervat in een algoritme-nummer.
Dus dat zie je zo meteen weer terug. Dus op het moment dat je een sleutel genereert, maak je keuzes voor de algoritmes die je gaat gebruiken in dat proces. Het is overigens belangrijk. Gisteren zag ik een paper, en dat is vrij recent gepubliceerd van Lenstra, of door Lenstra. En die heeft een heleboel public keys van het internet bij elkaar geschraapt en heeft gekeken naar de cryptografische eigenschappen van die public keys. Daar zit een modulus in, een exponent. En die heeft die moduli eens met elkaar vergeleken. En is tot de conclusie gekomen dat er nogal wat overlap is. En die overlap die kan eigenlijk alleen ontstaan als je niet heel secuur bent tijdens het genereren van die keys. Dus als je key generation doet, dan moet je zorgen dat je tools daar secuur mee zijn. Nou, we hopen natuurlijk dat de tools die beschikbaar gemaakt zijn dat zijn, maar er is een bepaalde hoeveelheid input die je daaraan moet geven. Bijvoorbeeld welke random nummer generator je gebruikt. En dat zijn allemaal dingen waar je, als je op een hoog security niveau wil werken, moet je daar later rekening mee houden. Dat is trouwens een uiterst leesbaar artikel. Wrong was wrong with was right, heet het. Ja. Nou, de Holy Trinity. We hebben private keys, daarmee genereren we die hele meuk. Ik zeg altijd, het probleem van public key cryptography is dat je hebt een private key en die moet je private houden. Dat is moeilijk. En je hebt een public key en die moet je op de goede manier public maken. Zodat iedereen weet dat die hoort bij een bepaalde eigenaar van een private key. Dat is ook moeilijk. Nou, private key die hou je dus private. Die staat ergens op een disk of op een machine of weet ik veel. Of geshield in een chip. Die public keys die publiceer je in de DNS. En dat doe je als DNS key records. En die signatures die publiceer je ook in de DNS. En dat doe je als RRSync messages. En ik kijk nu even naar Bart, want Bart die ziet nu ook dat ik de cursus behoorlijk heb aangepast. Met de introductie van de concepten langzamerhand. Maar goed. Dan het signen. Dus je hebt die Je moet zones signen. Nou moet ik dat even goed zeggen. Weet iedereen wat het verschil tussen een domein en een zone is in de DNS? Laat ik het voor de zekerheid toch maar even vertellen. Ik zie wel heel veel ja-gezichten, maar een zone is een administratief stukje uit een domein. De DNS-boom begint bij de root. Hè. Meestal zetten we daar een puntje voor, dan heb je een com, dan heb je de TLD's. NL is een TLD, ORG is een TLD. Er zijn ook bijzondere TLD's die bestaan uit twee stukjes. CO, ED, MIL geloof ik, MI. Dus die hebben een top level domein en een second level domein. En hieronder zit zeg maar Cambridge. En daaronder zit weer een heleboel informatie. Cambridge en 100.nl heb je Coca-Cola maar weer. Gebruik hem vaak. En die hebben natuurlijk ook weer allerlei informatie. Nou, een domein is alles. Als je hier een breuk maakt op dat punt. Alles wat daaronder hangt is één domein. Dus dit is het UK domein. Alles wat hieronder hangt, is het Coca-Cola.nl domein. Alles wat eronder hangt, hoe diep die boom ook is. Er is wel een maximum aan de diepte van de boom, maar dat is even een zijspoortje. 64 labels kun je diep gaan. 63, nee, maar goed, ik doe niet zo toe. Nee, je kunt dieper gaan zelfs. Ik stel mijzelf allemaal protocolvragen op het moment. Je hebt 256 karakters en je moet er steeds een delegatie hebben, dus in theorie 128 of iets daaromtrent. Je explorer sterft eerder waarschijnlijk. Ja, waarschijnlijk wel. Ja. Goed. Het doet er eigenlijk ook niet zo heel erg veel toe. Een zone is een administratief domein. Een zone, je kunt de NL-zone hebben.
En in de NL-zone staan al die delegaties naar Coca-Cola en naar al die andere entiteiten. Een zone wordt aan de bovenkant in een zone-file door een Start of Authority record aangeduid en een aantal NS-records waarvoor die zone zelf authoritatief is. En je komt uit de zone zodra er een delegatie is naar een nieuw domein. Een zone is een administratief domein. Een zone is een administratief stukje uit een domein. Hè? Waar we het over hebben, heel vaak, is dat we dingen per zone doen. Dus per zone genereren we een key pair. Hè? Dus er is een zone voor een key pair voor het NL-domein. Er is een key pair voor het NLnetLabs.nl-domein. Dus per zone een key pair. En ook al is die zone bijvoorbeeld heel diep, want er kan best wel veel structuur zitten in een zone. Al die informatie in die ene zone, die wordt door een key pair die bij die top van die zone hoort, wordt dat gesigned. Dus je hebt een public key en een private key en die horen bij een zone. Als je gaat tekenen, kun je zeggen, ik maak een keuze. Ik teken alle informatie in een zone. En dan kun je dat in één keer allemaal valideren. Dus een hele grote zone. En dat sign ik allemaal in één keer. Hier heb je de hele meuk en controleer het maar. Nou, dat schaalt niet. Hè? Want als je zeg maar .com zou signen en je zou 9 miljoen records die daarin... Nee, het zijn er meer. Hoeveel was het ook alweer? 60 miljoen nou? Nee. Het was heel veel. Het is heel veel. In Nederland hebben we al meer dan 7 miljoen domeinnamen, geloof ik. Iets in die geest. Veel. Dat wil je niet. Dat kan ook niet. Dus dat moet je op een andere manier oplossen. Nou, gaan we even kijken weer terug naar die trituple waar we het over hebben. 100 miljoen. 100 miljoen .com op het moment. Ja, het is waanzinnig. Maar dat terzijde. Gelukkig komen er nieuwe TLD's. Dat gaat alles oplossen. Was dat een waardeoordeel ergens verbonden in deze opmerking? Ik weet het niet. Een resource record. Even een definitie kwestie. Want het gaat over hoe ga je nou... Je kunt de zone als geheel kun je niet één handtekening overzetten. Dus welke stukjes data ga je nu tekenen? Nou... De kleinste eenheid van data die je in de DNS vindt, is een resource record. Een resource record heeft een naam, heeft een klasse, heeft een type, heeft zogenaamde R-data. Die R-data die is afhankelijk van het type. En die heeft een TTL. Dat is een resource record. Als je meerdere resource records hebt met dezelfde naam, dezelfde klasse en hetzelfde type... Dan noem je dat een resource record set. Resource record sets hebben per definitie dezelfde TTL. Deze RFC 2181. Dat weet ik dan weer toevallig uit mijn hoofd, maar dat terzijde. Vragen die je stelt aan de DNS zijn altijd op basis van naam, type en klas. Dus wat je terugkrijgt is een RFC. Dus alle informatie, zelfde naam. Zelfde klas, zelfde type, per definitie zelfde TTL. Dat is een resource record set, een resource record verzameling. Dat is dan ook je atomaire data, zeg maar, je atomaire structuur. Dit is wat je tekent in een zone. Dus je hakt je hele zone op in stukjes en je sorteert op naam, klasse, adres, nou, in je klasse is allemaal in, dus dat maakt niet zoveel uit. Het staat er vaak ook helemaal niet meer bij in zonefiles of in je provisioning systeem. En dit is wat er getekend wordt. Nou, goed. Gaan we verder inzoomen. We zoomen namelijk nu in op hoe het key resource record eruit ziet. Hoe ziet zo'n public key er nou uit? En ik doe dat omdat je... Omdat je wellicht aan het troubleshooten moet slaan. En dan wil je eigenlijk die concepten die wil je kunnen binden op wat je ziet op de wire. Of wat je ziet in je zonefile. Hè, wat je terugziet. Nou, hier zie je het resource record
voor een DNS key. Niet een resource record set, want er kunnen meer DNS keys zijn. Het heeft een naam. Dit is de DNS key voor de nlnetlabs.nl zone. Ja, het staat dus aan de bovenkant van je zone. nlnetlabs.nl, er staat ook een SOA record naast waarschijnlijk. Dit is de DNS key. Heeft een TTL van 3600 en zit in de inkassen. Nou, dat is allemaal standaard werk. Dit is de zogenaamde R-data. Dat is alles wat je nodig hebt. Nou, wat staat daar nou eigenlijk in? Het eerste is een vlagfield. Een vlaggetjesveld. Nou moet je weten dat DNSSEC is door een transitie heen gegaan. Ik zei al, in 2000 stapten we in en zeiden we, nou we gaan lekker DNSSEC gaan we tekenen, dan zijn we lekker vroeg bij. Het probleem wat er op dat moment was met DNSSEC was dat het was ontwikkeld door DNS-nerds en crypto-geeks. En er was eigenlijk niemand uit de operationele wereld die ooit had geprobeerd om dat eens serieus schaalbaar in te zetten. En men was eigenlijk vergeten wat het is als je op dat moment 6 miljoen domeinnamen hebt. .com, op dat moment 6 miljoen domeinnamen geloof ik. En je moet met je klanten communiceren. Het idee was namelijk en daar komen we later op, dat je structuur bouwt in de DNS. En dat gebeurde door resource records naar boven te sturen, die het laten tekenen door de parent en dan weer terug te halen. Nou, als je dan een sleutel verandert als parent, dan moet je de hele meuk tekenen. Dan moet je al je klanten moet je een belletje geven. En jongens, ik heb jullie sleutel nodig en die moet ik kunnen tekenen. Nou, dat schaalt niet met 6 miljoen mensen. Dus moesten terug naar het drawing board. En de DNS, zoals we dat toen hebben, is een heel klein beetje op bepaalde punten aangepast. Maar ja, we hadden al een key record dat we in de DNS hadden gestopt. En we hadden al een signature record dat we in de DNS hebben gestopt. En we moesten op dat moment kleine aanpassingen maken aan het protocol. En hebben toen gezegd, nou we houden eigenlijk alle code die er is. Alleen we geven die dingen andere namen, zodat we zeker weten dat ze elkaar, oude en nieuwe deployment, niet meer in de haren zitten. Dus wat je hier ziet is een 16-bit vlagfield. En die komt eigenlijk uit oude protocolbeschrijvingen, waar het vlagfield samen met het protocolfield aangaven dat er ook andere manieren waren waarop je die public key kon gebruiken. Het was een vrij generieke manier om public keys in de DNS te zetten. En in de loop van de tijd, zoals de standaard nu is, gebruiken we DNSSEC, deze DNS-key, alleen maar voor de DNS. Maar we zitten met een protocolveld en een vlagfield. En dat is een beetje een overblijfsel. Daarom zie je dat het protocolveld, dat is 3 en dat zal niet meer veranderen. Dat zijn 8 bits die zijn weggegooid. Elke query op het internet stuurt 8 bits over de lijn die niet nodig zijn. Het is jammer, maar helaas. Het is niet echt groen. Want het zei er nogal wat. Dus die kunnen we niet. Dat algoritmeveld, dat heeft wel. Dat vlagfield, dat wordt wel gebruikt. Het wordt namelijk gebruikt om aan te geven of wat het gebruik van een key is. En het gebruik van een key kan zijn een key signing key of een zone signing key. En daar kom ik helemaal op terug. Maar als dit als het eerste bitje staat, en dat heet het secure entry point vlaggetje. Als het eerste bitje staat, dan kun je zien dat het gaat om een key signing key of een trust anchor. Het is gewoon om bij het troubleshooten iets te communiceren. Welk nummer was het ook alweer? Jij wist het van. 3757. Een van de weinige echt technische RFC's die ik ooit heb gemaakt, waarin dat bitje voor dat gebruik wordt gedefinieerd. Het heeft allemaal niet veel voeten in de aarde, moet ik eerlijk zeggen. Dus als het oneven is, dan kun je daar wat van leren. Dat is een ander ding waarvoor de vlagfield wordt gebruikt en dat is voor automatische rollovers. En daar gaan we het later ook nog over hebben. Ja? Dus hier zie je misschien wel verandering in. Dit blijft altijd gelijk.
Het volgende is het algoritmeveldje. Dat is een belangrijke, want dat is degene die je aangeeft tijdens het maken van die key, wat voor signing algoritme, wat voor type public key algoritme je gebruikt, RSA of DSA, of elliptic curve, want dat is ook beschikbaar aan het raken, en wat voor digest je daaraan plakt. SHA-1, SHA-256, SHA-512. En daar zijn tabellen voor om dat te vertalen in welke wat dat nou eigenlijk betekent. Dat doet er niet zo toe. 5 is een veelgebruikte default. Dat is het RSA-algoritme met een SHA-1 hash voor de message digest berekeningen. En de rest is een aantal keer 32 bits en dat is gewoon key materiaal. En dat is hier in Base64 encode. Encoding wordt dat opgeslagen in een zo'n file. Dus dit is zoals het in een zo'n file zou staan. Nee? Dus dit is de manier waarop je een public key in de DNS publiceert. Heb je ook signatures? Die signatures die worden gepubliceerd over airsets. Hè? Dus je hebt een private key, je hebt een zone. Je signed die zone, dat doe je met een tool. En die tool die zorgt ervoor dat er overal bij elke RR-set een signature wordt geplaatst. Er zit nogal wat informatie in zo'n signature. Laten we eens kijken wat er allemaal in zit. We beginnen met de naam, het TTL, klasse en het type. Nou, dat is bekend. Dat is gewoon de eigenschappen waarom je zo'n ding kunt identificeren. En de rest van die data, dit is weer zoals het in de zone file staat. Dit is zoals het in bits op de wire tevoorschijn komt. Heeft allemaal significantie. Het eerste veldje zegt dat dit een signature is over A-records. Dus dit is een signature over de in-klasse. Die laten we allemaal buiten beschouwing. Dit is allemaal in-klasse. Het is alleen gedefinieerd voor de in-klasse, voor de internetklasse. Dus dat is makkelijk. Dit is een signature over de adressen van nlnetlabs.nl. Dus klaarblijkelijk staat er in de nlnetlabs zone, helemaal aan het begin van de zone staan een paar adressen. Dus dat is een resource record set met adressen. De resource record set nlnetlabs.nl van type A is gesigned en dit is de signature ervan. Maar er staat ook een SOA. Dus er is ook een RR-sig met een SOA. En er staat een NS-set, de nameserver-set. Dus er is ook een NS op dat punt. Dus er zijn verschillende RR-sigs en als je er een stapeltje hebt, dan kun je identificeren aan behulp van dit dingetje waar die bij hoort. Nou, die RR-sig, je moet als je data valideert, moet je weten welk algoritme er gebruikt is. Je moet weten welke message types er is toegepast. SHA-512 of MD5, weet ik veel wat. Dus dat moet je communiceren. Nou, dat staat ook in de RR-sig. Het algoritmeveldje. De volgende is wat lastiger. Dus het aantal labels waarover de signature geldt. Heeft iemand die, en dan ga jij dat niet beantwoorden, want jij weet te veel van DNS, ben ik bang. Heeft iemand het idee waarom dat veldje daar staat? Nou, spreek het uit. Dat is het niet. Nee, dat is het niet. Wildcards. Wildcards in de DNS. Een hoofdpijn apart. Als er geen andere match is in de DNS, en ik ga dat nu niet uitleggen, dat komt misschien later nog,
Als er geen andere match is in de DNS en er is een wildcard, wordt de wildcard gebruikt. Dus het kan zijn dat je een vraag stelt voor een A. En die ziet eruit als blafoe. bla.foo.nlnetlabs.nl. En krijg je een antwoord bij. Want die matcht de wildcard. Dan krijg je bla.foo.nlnetlabs.nl. Vier labels. Er wordt hier gezegd twee labels. De inconsistentie betekent dat je die twee labels hier eraf jat en een sterretje voorzet. Dus dan weet je de originele owner name. En je gaat dan pas valideren. Want de ster, dit is als string zeg maar getekend. Dus door te zeggen, er zijn zoveel labels die significant zijn, communiceer je als het ware, er is een wildcard in het spel. En de ontvanger van de data kan dus de originele input reconstrueren. Wat daar belangrijk bij is, is natuurlijk wel dat je zeker weet dat blafoe.nlnetlabs.nl origineel niet bestond. Dus je moet ook nog bewijzen dat dat ding er niet is. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Hoe je bewijst dat er iets niet is. Ja, want wat we nu hebben is, we hebben een handtekening bij iets wat bestaat. We gaan zo meteen nadenken over hoe we een handtekening maken bij iets wat niet bestaat. Met andere woorden, dit je in de handtekening signaleer je wat de originele data was die als input is geleverd op het moment van het signen. En dat volgende veld heeft precies dezelfde functie. Je signaleert wat de input is geweest op het moment van signen. Resource record sets zijn gesigned. Die hebben een TTL. Nou kan het zijn dat je zo'n resource record set, die is in een recursive name server terechtgekomen. Die zit daar in een cache. En jij zit daarachter en je praat tegen die cache aan. En je wil die data valideren. Alleen je krijgt hem uit de cache. En als je iets uit de cache krijgt, is de TTL naar beneden gezakt. De hele resource record set, inclusief de TTL, is getekend op de authoritative name server, voordat die de authoritative name server inkwam. Dus je moet een manier hebben om die originele TTL weer terug te zetten. De TTL die je van de cache krijgt, dat is een waarde zoals die in de cache staat, zolang die nog in de cache geldig is. Nou, dus dit getal. Dit is de originele TTL van de A-resource record set van nlnetlabs.nl. Dus voordat je validatie start, voordat je recursive name server die de validatie doet, begint, haalt hij de TTL hieruit en zet hij hem terug. Overigens is al deze informatie ook getekend. Hè? Dat als je signatures genereert, is het de signature over de resource record set. Plus deze informatie erbij, is wat er allemaal getekend is. Dus je kunt er is wel over nagedacht om dat zeg maar consistent en goed te houden. Dit zijn dingen waar je in de praktijk waarschijnlijk nooit naar zult kijken. Omdat je validating engine doet dat. Maar als je echt diep in troubleshooting hell zit, dan is bijvoorbeeld weten dat er wildcards in het spel zijn, kan belangrijk zijn. Want er kunnen implementaties zijn die gebroken zijn. Je had een vraag. Die labels, als er sprake was geweest van wildcard, was er labels 3 geweest? Moet ik je eerlijk zeggen, moet ik even het antwoord op schuldig blijven. Ik weet dat niet uit mijn hoofd wat dan de label count is, om eerlijk te zijn. Volgens mij blijft het 2, maar ik weet het niet helemaal zeker. Dat klopt. Het blijft 2, ja. Ja, het blijft 2. Want als het 3 is, dan kun je niet zien dat laatste label geen significantie heeft. Als hier blafoe.nlnetlabs.nl staat en het is 2, dan weet je, die laatste twee dingen die spelen een rol. Daar moet een wildcard voor gestaan hebben, want ik krijg een signature terug bij een langere naam.
ik moet terugstrippen naar 2 en daar een wildcard bij plakken. En dan kan ik de validatie doen. Ja. Die sterren zelf voorplakken? Ja. En daar wordt dan een signaaltje overgenomen? Ja, dat doet de programmatuur natuurlijk voor je. Hè. Ja. Dat vermoed ik wel, ja. Overigens even een notatiedingetje. Je ziet hier een haakje staan. Als je zelf zonnefiles schrijft en leest, ik weet niet of jullie dat doen, maar in Bind heb je zonnefiles en in Windows systeem heb je die niet, want het zit allemaal onder de motorkap. Maar als je lange resource records hebt, en die krijg je heel gauw bij DNSSEC, is de conventie dat als je een haakje in de openingszin hebt, dan kun je over meerdere lijnen je data verdelen totdat het closing haakje is. Ja? Dus dat is gewoon een inputconventie. Volgende veld. Dit is het moment waarop deze handtekening niet meer geldig is. En het volgende veld is het moment waar vanaf de handtekening geldig is. Waarom die twee velden in die volgorde staan, ik heb geen flauw idee, maar intuïtief is het dan maar niet. Ja? Deze handtekening is dus geldig vanaf 11 mei ergens in de middag tot 11 juni ergens in de middag, kort na 2 UTC. Deze slide gaat al een hele tijd mee, zoals je ziet. Wat zeg je? Ja, de timestamp die je moet hebben, die moet hier tussen liggen. Oh, daar zeg je trouwens iets. 32 bits value. Na 2032, is het geloof ik, of wanneer is het ook alweer? 2038, is er een rollover in die 32 bits. Ja? Daar heeft het protocol rekening mee gehouden. Dit is serialized rollover. Die intervallen die moeten altijd 16 bit van elkaar liggen. Zo wordt het geïmplementeerd. Als je nu wat bewaart, dan... Als je nu bewaart, dan kun je over een jaar of 60 weer een replay attack doen. Ja, hey, daar heb je een goeie. Oh, dat is bijna een RFC waard. Ja, ja, precies. Ja. Ja. Het is ook bijna die tijd van het jaar weer. Goed. Dit is belangrijk. Tijden zijn belangrijk in DNSSEC, want we hebben geen revocation mechanismes. Er is geen certificate revocation list. Er is niks van dat al. Het enige wat we hebben is tijden. Tijden waarin signatures geldig zijn, waarin dingen die je tekent met signatures, vertrouwensketens en dergelijke. Die tijden die zijn ineens belangrijk. En dat is een heel... Dat is anders dan de DNSSEC zonder de DNS werkt zonder DNSSEC. In de DNS zonder DNSSEC zijn tijden niet belangrijk, zijn tijdsintervallen belangrijk. De TTL is een tellertje wat per seconde afloopt. Er zitten geen absolute tijden in de DNS. Nergens niet. DNSSEC introduceert die. Dat betekent dus inderdaad, NTP, goed je tijdmanagement doen op je dozen die dat doen. Nou moet ik zeggen, dat is ook sinds meer dan een decennium natuurlijk gesneden koek voor de meeste mensen. Nou, het volgende vlaggetje is een administratief dingetje en een optimalisatie dingetje. Het is de key tag. Op het moment dat je een sleutel genereert, wordt er over die sleutel wordt een hash berekend. Volgens een bepaald algoritme, dat is niet RSA-C1, dat is een hele goedkope hash. Goedkoop in de zin van calculating expenses, hè, dus hoeveelheid CPU die je daarvoor nodig hebt. En die levert een getalletje op. Dat is de key tag. De key tag zie je in tools overigens ook weer terug. Hij staat niet in de DNS key, dat is eigenlijk een beetje een omissie. Daar had hij ook moeten staan, want dat maakt het leven makkelijker. Maar die key tag die... Die werkt als identificatie. En als je nou een heleboel signatures hebt met een heleboel algoritmes, dan wil je eigenlijk niet alle combinaties van publieke keys met
R6 proberen. Maar wil je heel snel kunnen schakelen en zeggen van nou, de publieke key die hierbij hoort, die ik moet kiezen uit een rijtje DNS-keys die in de DNS staat, die kan ik identificeren door heel snel de hashes te berekenen over al die dingen. Dus dan weet ik direct dat ik de goede heb. En als er een collision is, nou dat is niet zo erg, dan heb ik er 2 uit het hele rijtje. Dan doe ik de public key cryptografie, de validatie, maar 2 keer. Maar het is in ieder geval goedkoper dan ze allemaal door te rekenen. Dus het is een optimalisatie dingetje. Huh? Snel kunnen kijken waar je het vandaan haalt. Goed, we hebben het nou over public key, maar waar haal je die public key dan vandaan? Nou, dat moet je ook aangeven. Dit is een signature die gemaakt is door een public key die in bezit is van de Nelnetlabs.nl en zo. Ja? Dus wil je validatie doen en je hebt geen publieke keys in je systeem zitten waarmee je de validatie kunt doen, zit het niet in je cache, dan doe je een query voor Nelnetlabs.nl, klasse in, type DNS key. En dan krijg je een rijtje public keys. En dan moet je de juiste uitpakken, daar gebruik je dit dingetje voor. Dus dit is waar dat ding vandaan komt. En dan tenslotte is de binaire materiaal met de signature zelf. Nou, daar heb je alles. Jij zit heel erg te denken van waar gaat het hier mis? De handtekening linkt alleen aan de public key, de private key en de data die je getekend hebt. Je weet dat dus wat er gebeurt is, je hebt een, weet je wat, ik ga je gewoon even een gesigneerde zone laten zien. Misschien maakt dat het wat duidelijker. Ja? Maakt het even wat minder expliciet. Ik kan het je hier laten zien. Dit is direct onze infrastructuur. Ik zal hem nog even wat groter maken. Ik log hier in op een van de instances van het lab. En dit is even. Oh nee, ik doe dat en ik realiseer me dat het niet gaat werken. Ik ga het even wat anders laten zien. Ja hoor. Over de RR-set. Ja, de vraag is de handtekening geldig over een hele set van data? En het antwoord daarop is, het is geldig. De handtekening staat altijd over de resource record set. Dus die dingen die allemaal dezelfde naam hebben, hetzelfde type en dezelfde klasse, maar we hebben het allemaal over R. Laat ik je gewoon eens een zone even zien. Dan gaan we ervan uit dat ik kan inloggen. Hetgeen niet gezegd is in deze omgeving. Want we hebben te maken met een firewall die niet wil. Nee, via open. Dat kan. Doen we het hier. Ik zal je even gewoon laten zien hoe het werkt. Dit kunnen jullie zelf zo meteen ook even herhalen, maar hier heb je een kleine zone. Ja? Wat ik nu ga doen is ik genereer een key. DNSSEC. Keygen. Moet even kijken. Olaf.work. -a RS. RSA J1 min B 1024
Nee, het is goed. Ik doe hier iets wat niemand mag zien. Wat ik nu doe, daar ga ik iedereen door het lab zeg maar werken, maar we gaan het gewoon even heel snel zien. Dit is een gesigned zone. De zone die ik je net liet zien, die is nu gesigned. Die zou nu gesigned moeten. Dit is de zone, dit is de input. Nou, je ziet hier een SOA record, je ziet hier een A record, je ziet hier nog eens een A record. Je ziet hier wat wildcards staan en ik heb wat keys toegevoegd, wat publieke keys, want die moeten we ook tekenen. Hoe ziet dat er nou uit als je het gesigned hebt? En dat heb ik daarnet allemaal voor je gedaan. Dan zie je hier de SOA. En dit is de complete SOA resource record set. Dat is één zone. Het is één resource record. En die heeft hier een signature gekregen. Het volgende ding wat er in die zone staat is een NS resource record. En die heeft hier één ding gekregen. Nou, ik heb hier helaas geen data staan met meerdere resource records, maar dat kunnen we wel even creëren voor je. Nano is het, hè? Nano, Navi. Ik kan ook goed zien dat er wildcard, dus de labels, aantal labels telt zonder de wildcard. Wat ik dus nu gedaan heb, ik zal je het nog even laten zien, is ik heb het resource record xxx.olaf.work gemaakt en daar zitten drie adressen heb ik daarmee geaffilieerd. Dit is de korte notatie van zo'n files. Nou, als ik die zone sign, dat ga ik dan nu even doen met het tooltje wat daarbij hoort, en we gaan kijken naar hoe dat er dan uitziet. Dan zoeken we even naar xxx, want dat is wat makkelijker zoeken. En dan zul je zien dat staat er altijd een xxx in. Maar hier zie je xxxolaf.work. Je ziet de drie adressen, die staan hier bij elkaar. En je ziet één signature. Ja? En je kunt hier zien dat het een signature over het A-record is. Gemaakt met algoritme 5. Er zijn drie labels in het spel. xxxolaf.work. Drie labels. En de DNS-key die gebruikt is olaf.work. En de key tag is 5943. Nou, die key tag die hoort bij een public key. En dat gaan we zo meteen even allemaal laten zien. Maar dit maakt het wat inzichtelijker, hoop ik. Dus dit zijn je tools die dat doen. Ja, ik zal hem even opzoeken. Ach, barst. Daar is er één. Dit is een sterretje. Ben ik er nog, Rudy? Ja. Nee, viel. Het sterretje, .c.olaf.work. Het aantal labels dat getekend is 3. Ja? Dus c.olaf.work, krijg ik nou, stel ik een vraag aan de DNS zometeen, en ik vraag om bla.foo.c.olaf.work, dan krijg ik deze signature terug.
met een label count 3. En dan weet ik dat ik bla dot foo af moet strippen. En dat moet vervangen door het sterretje. Dat is wat de implementatie dan doet. Goed. Terug naar de presentatie, hoop ik. Ook al maar de vraag. Daar gaan we. Even door de animatie heen lopen. Sterker nog, in die public key zit helemaal geen tijd. Dat is eigenlijk waar ik het nu over... Misschien beantwoord ik je vraag in dit stukje. Of lukt het me om de antwoord van de vraag hierin als dat niet lukt, vraag het nog een keer. Wat dus de bedoeling is dat je de goede public key hebt. Om te valideren. Stel je nou voor, ik ben mijn enterprise, NL Labs... En ik wil alle data die ik uit de DNS krijg van NL Labs wil ik valideren. Dan moet ik ervoor zorgen dat ik de public key van NL Labs configureer in mijn recursive name server. Het ding wat de validatie doet. Nou, dat kan ik, want ik weet welke sleutel het is. Dus in een enterprise is dit een makkelijk probleem. Je geeft de public key uit aan alle partijen die validatie willen doen. Zodra je dat hebt gedaan, gaan die partijen er ook uit dat alles wat ze binnenkrijgen getekend is. Er is geen manier om dat zomaar automatisch weg te trekken. Behalve dan je normale processen van configuratiemanagement of interne communiqués op een stukje papier. Weet ik veel wat hoe je dat doet. De signatures die gemaakt worden met de private key, die bij die sleutel hoort, die hebben allemaal een timestamp. Als je dus vergeet te tekenen, die handtekening opnieuw te genereren, zeg maar, de default van die handtekening is dat ze een maand oud zijn op het moment dat je de handtekening zet. Nu vergeet te tekenen voor langer dan een maand, gaat het dus helemaal mis. Dan heb jij een publieke sleutel heb je geconfigureerd. Je zegt, nou, alles wat binnen het NL-net domein komt, dat moet getekend zijn. En je krijgt alleen maar handtekeningen binnen die geëxpired zijn. Waar de expiration date van gepasseerd is. Die moet je op de grond gooien. Dan ga je dus op zwart. Het is wel een fout die gemaakt is en nog steeds wordt. Vergeten te tekenen. Dus we hebben hier al één ding te pakken. Door die timestamps heb je als... Zo'n publisher heb je ineens verantwoordelijkheid. Dus, mijn privézone, waarin alleen www staat en een e-mailserver. Ja, dat vroeger was dat fire and forget. Hè. Je configureert de nameserver, je zet daar het adres van je webserver in en van je mailserver. En je loopt weg. En je kijkt 4-5 jaar lang niet meer naar de DNS, totdat dat ding eens een keer van IP-adres verandert. Of dat je IPv6 aan het deployen bent en je moet IPv6 inschieten. En een resource racket creëren. Waarbij het vaak zo is dat je de man die het moet doen nog even op cursus moet sturen. Want de DNS, dat zijn ze helemaal vergeten. Huh? De DNS was fire and forget. Zodra je DNSSEC gaat doen, is dat niet meer het geval. Als je daarvan uitgaat, gaat het mis. Omdat je die timestamps hebt, omdat je het moet bijhouden. En dat is eigenlijk een wezenlijke verandering. En als we in de praktijk zien waar het misgaat met DNSSEC, is het juist dat men er niet bij stilstaat dat je er nu ineens aandacht aan moet besteden. Dat is helemaal niet zo slecht hoor, dat je eigenlijk kritische infrastructuur af en toe aandacht besteedt. En dat je weet wie daarvoor verantwoordelijk is, want dat komt er dan gratis bij. Ik moet even hier een proces killen, want er wordt hier hard gevraagd om een password en daar heb ik geen zin in. Hoppatee. Sorry daarvoor.
Goed. Dus je moet die trust tankers, dat noemen we een trust tanker. Als je eenmaal, als je zegt van ik wil iets valideren, dan heb je een trust tanker nodig. En die trust tanker die bind je als het ware aan een domein. Op het moment dat je een trust tanker configureert, dan ga je ervan uit dat dat hele domein, niet die hele zone, maar het hele domein wat daaronder hangt, dat dat gevalideerd wordt. Er zijn mechanismes om, als je van een zone naar een andere zone gaat, te signaleren dat de zone daaronder, dus je gaat van parent naar child, dat de zone daaronder niet meer secure is. Dus dat je van een secure domein naar een insecure child domein gaat. Dat zit allemaal in het protocol verborgen. Hoe dan ook, die public keys uitwisselen, dat is nogal een ramp. Hè? Want wat je eigenlijk doet, in het geval zoals we dat nu hebben, is je hebt een boom, een Unix.os.net is gesigned en Marnik.kits.net is gesigned en Market.corp.money.net is gesigned en de rest niet. En wij zijn allemaal vriendjes van elkaar, dus we kunnen met elkaar bellen en elkaar die trust anchors uitwisselen en zeggen van nou, dit tekenen we. Maar dat schaalt niet. Maar kan wel. Ja? Als jij tekent en jij tekent, dan kunnen jullie elkaar de trust anchors uitwisselen en dan kunnen jullie elkaars zones valideren. Elkaars domeinen valideren. Ik zeg het zelfs verkeerd. In enterprises kun je dit dus vandaag al toepassen. Zelfs als de rest van de DNS niet meedoet. Wat we dit dan noemen, dat zijn dan secure entry points. Zodra er een trust anchor geconfigureerd is, is iets een secure entry point. Maar jongens, dit schaalt niet. Dit moeten we niet willen. Dit is zoals we het 10 jaar geleden deden. Gelukkig is er een delegatie-infrastructuur in de DNS. Elke keer als je van de ene zone naar de andere zone gaat, is er een delegatiepunt. Als je nou ergens boven in de domein neemt, tree iemand vertrouwt, dan kun je van die delegatie gebruik maken om het vertrouwen naar beneden door te laten te zakken, zeg maar. En dat doe je op dezelfde manier als dat je nameserver delegatie doet. Dus elk delegatiepunt zeg je, ik doe een delegation of trust. Een DS, een delegation signer, is het record wat daarvoor gebruikt wordt. Lijkt op NS, is eigenlijk precies hetzelfde. Wat je bij DS, bij NS zegt, is als jij meer wil weten over het volgende domein, moet je dan naar die nameserver. Wat je met DS zegt is, als je mij al vertrouwt, je vertrouwt mijn public key, dan is de volgende public key die je kunt vertrouwen als je naar beneden gaat, is die public key. Nameserver, public key, het is gewoon een pointer. En als je geluk hebt, kun je van de root via je infrastructuur helemaal naar beneden. Slecht voorbeeld, net is niet gesigned. Kom overigens wel. .nl is ook gesigned, maar heeft nog geen DS-records. Alleen voor friends and families. Maar het komt wel, hoor je morgen Fred alles overroepen. .org is gesigned, werkt. Weet ik niet. Geloof het wel. Op dit moment is er grofweg een zesde tot een kwart van de top-level domains in de wereld zijn gesigned. Sommige daarvan zijn in een beginfase en daarvan kun je nog niet een delegatie naar beneden krijgen. Maar een aantal hebben dat wel. Een aantal voorlopers. Dus door de introductie van die DS kunnen we ineens structuur opbouwen. Gaan we van zones, gaan we naar een domeinboom. Nou, dit heb ik net besproken. Hè. Secure Islands, die kleine eilandjes van Trust, die kun je wel bij elkaar voegen en die kun je combineren en zo. En die kun je wel ergens publiceren. Maar dat blijft onschaalbaar en problematisch. In die context wil ik wel even noemen. Toen de root nog niet gesigned werd, toen werden er trust anchor files van de TLD's die gesigned werden, ge-
gedistribueerd door Ayana, die kon je daar ophalen. En toen Com niet, nog niet gesigned was en nog niet beschikbaar was, toen was er een systeem dat heette DLV, Leukocyte Validation. Dat systeem bestaat nog steeds, maar is ook steeds minder nodig. Maar je ziet het nog wel eens terug in configuratie. En wat het eigenlijk zegt is, als je een sleutel niet kunt vinden in de gewone tree, ga dan ergens anders naar een andere vertrouwde domeinboom en zoek hem daarop. En die vertrouwde domeinnaam die is centraal geadministreerd. Dat is een hack. Ik noem hem hier even omdat je hem tegen kunt komen en mensen kunnen er vragen over stellen. Zodat je dat even een beetje kan plaatsen. Maar dat heet DLV. En dat is dus een key distributiemechanisme wat werkt als je geen diepte in de boom kan creëren. En je toch op het publieke internet zou willen valideren. IEC was de operator van dat verhaal. Hack, ik ben er nooit een groot fan van geweest, zal ik je eerlijk zeggen. Goed, als je dus één keer een trust key hebt, dan kun je de DNS gebruiken en de structuur in de DNS om een boom op te bouwen. En in die ideale wereld, en daar zijn we heel dichtbij, heb je alleen een root key nodig. Op dit moment is de root gesigned. Ik ga nog even laten zien hoe de DS-data eruit ziet. De delegation signer. Het bestaan van een delegation signer record in een secure zone geeft aan dat het child secure is. Als je een delegatie hebt zonder delegation signer, dan betekent dat het child niet secure is. Komt hij weer om de hoek kijken? Je moet dus kunnen bewijzen dat iets niet bestaat. Daar gaan we het zo meteen na de pauze, na het lunch, over hebben. Dat is een belangrijk ding. Geef hem dus aan. Ik ben de parent, ik heb een delegatie naar beneden. Ik ben .com en we gaan naar Coca-Cola. Als Coca-Cola vertrouwd is, dan heb ik een DS en die wijst naar de volgende public key. De public key van, een public key van Coca-Cola.com. Daarmee zeg ik, alle informatie die je uit de Coca-Cola.com filezone krijgt, die moet dus nu ook getekend zijn. Is er geen DS-record? Dan moet je ook bewijzen dat die er niet is. Want zodra die er niet is, ga je ervan uit dat Coca-Cola.com niet. Met nog een bepaalde looptijd ook. Daar zitten alweer de signal. Van de week. Hadden mensen een paper gepubliceerd dat als je dus een gedelegeerde zone, als je daar gewoon maar. Dat je daarvan gewoon de TTL kunt verhogen. Ja, maar. En dat dat dus niet meer werkt met DNSSEC, want die DS. Precies. Heeft een bepaalde. Ja, ja. Nee, daar zitten ook weer tijdsdingen in. Over die tijden gaan we het hebben. Overigens is die aanval heel specifiek op bind. Dat werkt niet bij unbound. Wij gaan namelijk om de zoveel tijd weer terug naar de parent. We zijn niet child sticky. Voor de mensen, daar is een paper geweest over resolvers die, als ze eenmaal bij een kind zijn, daar heel erg dichtbij blijven. En dat als er veranderingen zijn bij de parent die zeggen, ga ergens anders naartoe, want het domein is van eigenaar veranderd, dan gebeurt dat niet snel genoeg. Maar goed, dat is een technisch detail waar we nu niet op ingaan. Wat bijzonder is, is dat de naam van het DS-record is dat van het kind. Dus nlnetlabs.nl is het kind, hè? De parent is NL, nlnetlabs.nl is het kind. En het is een record dat alleen bij de parent staat en waarvoor de parent authoritative is. Dat klinkt als een detail, maar dat was vanuit een protocol design oogpunt een beetje een hoofdpijn. Omdat dat het allereerste record is waarvoor de parent authoritative is. Je publiceert NS records bij de parent, maar daarvoor zijn ze niet authoritative. Dus het kind heeft daar meer over te zeggen. En daar moesten we heel erg voorzichtig zijn met implementaties. En dan moesten we ook nog eens een keer goed doordenken hoe het zit als je een parent hebt op een server. Dan heb je een child op een andere server. En dan publiceer je het child, dus het grandchild, weer op de server van de parent. Dus een parent en een grandchild zitten op dezelfde server. Hoe zorg je er nou voor dat die boom doorlopen wordt? Dat is best lastig.
Maar goed, dat is allemaal protocol detail. En dat werkt dus. Hoe ziet het DS-record eruit? Heeft een aantal elementen. Dit is een de zone waar dit in staat is in nelnetlabs.nl. Dit wijst naar lab.nelnetlabs.nl. Je weet dus dat er ook een delegatie is in de nelnetlabs.nl zone naar een subzone lab.nelnetlabs.nl. Er zijn heel veel N'en en L's in die zin. Goed. Je ziet hier toevallig ook, hier zie je de nameserver delegatie staan. Dus hier is de delegatie. En hier zie je de DS-record. En die DS-record heeft in zijn R-data 1, 2, 3, 4 velden. Wat betekenen die velden? Allereerst de key tag. Nou, die key tag die hebben we erbij gezet omdat het wat makkelijker maakt om te identificeren met troubleshooten. Tweede is de algoritme. Het algoritme van die sleutel. Ook weer om makkelijker te maken om te identificeren en bij elkaar te zoeken. En dan de digest type. Wat dit ding is, is je neemt de public key en je maakt er een digest over. Dus je hebt een hashfunctie applyen. Nou, je moet aangeven welk type hashfunctie je gebruikt, want soms zijn er in dit soort algoritmes worden de vulnerabilities gevonden. En dan wil je, zonder dat je het protocol aanpast, nieuwe implementaties kunnen uitrollen die andere hashfunctions gebruiken. Hè? Dus dat noemen we crypto agility in de IETF. Als je cryptografie gebruikt, dan moet je crypto agile zijn. Dat betekent dat je protocol veranderingen in de crypto-algoritmes moet kunnen aangaan zonder dat je het protocol daadwerkelijk verandert. Nou, dat is dit dingetje hier, die twee. En dan heb je hier de hash over die public key gemaakt met in dit geval SHA-1. En in de praktijk zie je dat DS-records er nu ook DS-records zijn die met SHA-256 gemaakt zijn, omdat SHA-1, ja, dat wordt niet meer gezien als extreem veilig. Ik denk dat dit een mooi moment is om een pauze te nemen. Het is 12:30. Laten we gaan eten en proberen even kijken of als om 1:00 allemaal uitgegeten zijn, dan is het misschien slim om naar boven te gaan. En anders, ja, 12:15. Weet je wat, we nemen gewoon 3 kwartier. 12:15 zijn we weer terug, begin ik. Ja?